Burgemeester Ank Bijleveld van Almere vindt het niet kunnen dat asielzoekers na maanden wachten nog steeds geen gesprek hebben gehad met de IND. Als voorzitter van de veiligheidsregio probeert ze druk uit te oefenen om die gesprekken sneller plaats te laten vinden. In de crisisnoodopvang van de voormalige brandweerkazerne in Almere verblijven zo'n 140 asielzoekers. Velen van hen hebben nog geen individueel gesprek gehad met de IND. Je hoort Ank Bijleveld. Heb ik dit punt ook aan de orde gesteld, zelfs vandaag in een vergadering, dat de IND gewoon meer snelheid moet waken, omdat de procedures te lang duren. En dat zit hem eigenlijk in een probleem dat er veel meer mensen zijn dan men eigenlijk kan behappen bij de IND. Nou, ik kan zelf nog vragen om in ieder geval hier versneld langs te komen en dat zal ik ook doen. Waarom nu pas? Waarom niet eerder? Nou nee, wij hebben ook wel eerder de aandacht aan besteed. We hebben juist gezorgd dat mensen een dak boven het hoofd hadden. Nee, maar nu het gaat om dat eerste gesprek met de IND. Nou ja, kijk, dit is een proces wat wij natuurlijk niet doen. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang. En we hebben al een keer eerder aandacht daarvoor gevraagd. Het is nog niet tot stand gekomen. En het komt omdat er eigenlijk 50.000 mensen zijn in Nederland waar de IND nog naar moet kijken. 55.000 gevallen. En ze hebben de capaciteit gewoon niet om daarna te kijken. Maar dan moeten ze wat mij betreft het perspectief ook aan mensen schetsen. Maar de situatie hier in Almere is zeer opmerkelijk. Nee, die is niet opmerkelijker dan op... Dat is denk ik wel goed om u te realiseren. Want gisteren heb ik iemand gesproken die zit 7 maanden te wachten. Zeker. En het is nog niet duidelijk wanneer dat eerste gesprek gaat gebeuren. Zeker, dat is niet goed. Mensen moeten dus weten wanneer het eerste gesprek is. Maar het is niet een andere situatie dan op andere plekken in het land. Dat is denk ik wel goed om ons te realiseren. De IND loopt achter. We hebben de afgelopen tijd veel aandacht voor de COA gehad, ook landelijk. Maar nu moet er aandacht komen voor de IND. En daarom vind ik het ook goed dat er kamervragen in die zin over zijn gesteld. Want ik hoop dat dat ook een beetje laat zien dat er meer problematiek is dan alleen de COA. Ank Bijleveld was dat. Ook de politiek begint zich te bemoeien met deze zaak. Op initiatief van raadslid Aya Selman van de PvdA praat de gemeenteraad donderdag over dit onderwerp. Selman pleit voor betere opvang voor de asielzoekers. We hadden de brandweerkazerne als een opvangplek geregeld voor 3 maanden. Want dat zou dan een crisisnoodopvang zijn. We zijn nu al bijna 7 maanden verder. En deze plek is gewoon niet geschikt voor de mensen om zo lang in te blijven. Dus als gemeente zou je de keuze kunnen maken om een fatsoenlijke opvang voor deze mensen te regelen. Heeft u zelf een locatie op het oog? Nee, niet. Maar voor andere asielzoekers hebben we wel wat kunnen regelen in onze stad. En heel snel ook. Dus dan denk ik dat we voor deze doelgroep ook wat snel kunnen vinden. Want u bent zelf zeer kritisch over de gang van zaken. U vraagt zich af van hoe is het mogelijk dat de gemeente heel snel alles heeft geregeld voor mensen uit Oekraïne, maar mensen uit het Midden-Oosten niet. Ja, dat klopt. En dat is ook jammer genoeg landelijk beleid. Want op de een of andere manier heeft landelijk ervoor gekozen om meer budget beschikbaar te stellen voor de ene doelgroep en minder budget beschikbaar te stellen voor de andere doelgroep. Dat doet mij pijn. Als politica, ik vind dat je daarmee gewoon onze grondwet schendt. En dat komt omdat je gewoon in een doelgroep verschillen maakt. Dus als je uit deze land komt, dan word je anders behandeld dan als je uit een ander land komt. En ik denk dat wij als gemeente daarin anders moeten handelen. En daarom dus ook voor deze doelgroep, de Syriërs of de Afghanen of de Somaliërs, gewoon een fatsoenlijke opvang moeten regelen, zoals de Oekraïners.